Goedemiddag, wij zijn Pelle en Sarah van de Student Stemwijzer en we zijn hier met een nieuw interview. Vandaag interviewen wij Farid Azarkan van DENK. DENK is een partij die in 2015 is afgesplitst van de PvdA naar aanleiding van een integratiedebat. Daarbij betekent DENK in het niet alleen Nederlands, maar ook is het Turks voor gelijkwaardigheid en staan zij voor een multiculturele samenleving en integratie en acceptatie. Beste meneer Farid Azarkan, welkom. Dankjewel Pelle. Leuk dat ik er mag zijn. Leuk dat ik met jullie gesprek aanga. Ja, hoe gaat het met u? Goed, het is wel hectisch. Het is altijd wel. Maar 2017 hadden we toch nog wel de mogelijkheid om best veel op straat te doen. Dat was ook eigenlijk onze kracht. En ik merk nu wel met zeg maar alles wat met corona te maken heeft, de regelgeving, maar ook het feit dat er relatief weinig mensen op straat zijn, dat het bruist minder. Hè? Die deken van corona maakt dat we niet meer het leven hebben wat we altijd hadden. En dat is ook voor campagne is dat best wel lastig. We zitten natuurlijk nu bij de Student Stemwijzer. En wij beginnen eigenlijk altijd onze interviews met een vuurpeloton. Dus dat zijn een aantal duivelse dilemma's. Ja. En het is dan de bedoeling dat u zo snel mogelijk reageert. En echt één van de twee kies. Dus ja. Daarna zullen we wel nog wat nuance kunnen inbrengen. Okay. Maar laten we beginnen met de eerste. Ja. Gehaktbal of couscous? Couscous. Dan ik. De oranje leeuwen of de leeuwen van de Atlas? Snel. De oranje leeuwen van de Atlas. Nee. Ik wil wel een antwoord horen. Oranje leeuwen. Leren voor een 9 of chillen voor een 6? Leren voor een 9. Naar een studentenhuis of langer thuis? Naar een studentenhuis. 7 uur naar huis of 7 uur naar de UB, 's ochtends? 7 uur naar UB. Wie was vroeger de grotere Casanova? U of Tunan Kuzu? Ah, ik met afstand. Ik heb heel veel zin om dit nog even te bespreken. Ja. Dan de laatste. Alcoholleeftijd naar 16 of ritueel slachten verbieden? Snel. Alcoholleeftijd naar 16. Oké. Tel, heb jij antwoorden? Nou, ik wil heel graag wat horen over u als Casanova eigenlijk. Nee, hoor, dat was gekscherend. Kijk, Tunan en ik, wij schelen best wel. Al ziet dat er misschien niet zo uit. wij schelen 11 jaar. Dus ik word dit jaar 50. Tunan is 39. Dus we hebben allebei een hele andere periode. Tunan is echt opgegroeid in Rotterdam. Ik heb geen idee hoe die als jongeman, zeg maar, of die in de smaak viel bij de dames. Ik zelf heb het altijd rustig aangedaan. Maar u zegt net dat u met afstand de Casanova was. Nee, dat was gekscherend. Dat is eigenlijk andersom. Dus Tunan is de grotere Casanova. Nou, hij valt best wel in de smaak. En dat klopt. Dus dat zou zomaar kunnen. Eerlijk gezegd heb ik hem er nooit eens op kunnen betrappen. Okay. Nou, dan gaan we graag beginnen met de stereotypen van de partij. Vaak zien jongeren de DENK toch wel als een partij voor een bepaalde groep. We zien bijvoorbeeld dat jullie een miljard willen investeren in maatregelen tegen discriminatie. Ja. Je zijn voor diversiteitsquota's. En jullie willen een nationaal programma tegen de islamofobie. Ja. Dit richt zich vooral op een bepaalde groep. Jullie aanhang bijvoorbeeld is ook heel veel Turks en Marokkaanse Nederlanders. Hoe gaat een Nederlander zonder migratieachtergrond zich vertegenwoordigd door jullie voelen? Kijk, we hebben een verkiezingsprogramma van 88 kantjes, waarin aan de hand van 11 thema's, zoals zorg, onderwijs, gezondheid, buitenlandbeleid, maar ook corona, hoe wij daar tegenaan kijken. Kijk, ons belangrijkste punt is hoofdstuk 1, en dat gaat over een gelijkwaardigheid, een gelijkwaardige samenleving waarin alle Nederlanders kansen krijgen, kansen nemen en onderdeel zijn van die samenleving. En wat ik gemerkt heb, is dat groeide de verkeerde kant op. Dus wat ik zag was dat jonge mensen met een migrantenafkomst een lager schooladvies kregen. Ik heb gemerkt dat op de arbeidsmarkt gediscrimineerd wordt. He, dus als ze hebben liever Mohammed dan Mark. Ze hebben liever Mark dan Mohammed, zo heet dat onderzoek ook. Andersom hoeft ook niet hoor. Maar je ziet dus ook dat er het krijgen van een woning is veel ingewikkelder. 90% van de makelaars is beleid te discrimineren. Dus voor ons is dat eerste hoofdstuk, daar staat echt heel belangrijk wat wij vinden en waar we naar streven. Maar natuurlijk is het zo dat wij over een heleboel andere punten ook ideeën hebben. Over woningbouw, over zorg nogmaals en over andere thema's.
als jongeren zich herkennen in die gelijkwaardigheid, en dat zijn er best wel wat, maar vervolgens ook zien dat onze ideeën op die andere thema's ook interessant zijn, ja, dan kunnen ze op ons stemmen. En wat wij ook hebben gedaan als serieuze partij in die Tweede Kamer, we hebben onze plannen laten doorrekenen op het Centraal Planbureau. Mm-hmm. Dus we hebben ook gekeken of het haalbaar is. Wat doet het met de economische situatie in Nederland, met de groei, met de banen, met de haalbaarheid van de staatsschuld. Is het überhaupt te financieren? Dus dat hebben we heel netjes gedaan. Daar ben ik ook trots op. Dat is ongelooflijk veel werk voor een kleine partij. En als mensen zich daarin herkennen, dan zijn ze van harte welkom op onze stemmen. Ja, laten we het dan ook eventjes hebben over, over corona. Eigenlijk de eerste golf waar ook studenten het nu heel erg moeilijk mee hebben. Zeker, ja. Absoluut. We zitten nu al eigenlijk een jaar in deze, eigenlijk in de put. Een rotsituatie. Precies. Denk is tegen de avondklok. Ja. Maar als we kijken naar wat we nou realistisch kunnen bewerkstelligen, zeg maar, jullie zitten natuurlijk wel in de oppositie. Ja. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jullie kritiek en jullie standpunten wat betreft coronabeleid toch gehoord worden door het kabinet en dat het niet alleen maar schreeuwen is vanaf de oppositiezijlijn? Nou, kijk, ik vind dat je zeker in corona kun je niet zeggen het is schreeuwen vanaf de zijlijn. We hebben natuurlijk vanaf maart vorig jaar hebben we debatten gedaan. En de eerste 2-3 maanden deden we alleen nog maar coronadebatten. Alle andere debatten werden niet meer gevoerd. Ja. Ik denk dat het goed is en ook terecht is dat de oppositie, maar ook de coalitie, zij aan zij hebben gestreden om ook de coronacrisis aan te pakken. We hadden toen weinig informatie. Dus dat betekende dat je best wel lastig kritiek kon hebben. Omdat er ontstaat iets wat we nog nooit gedaan hebben. Een grote crisis. Informatieachterstand voor de oppositie. Wij kregen vaak dan een dag van tevoren 80 kantjes met informatie. Op de dag zelf hadden we het OMT. Of hadden we het OMT, de voorzitter van Dissel, die dan ons bijpraten. En dan moeten wij 2 uur later moeten wij gaan vertellen wat wij ervan vinden. Dat is best ingewikkeld. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is dat we dat constructief gedaan hebben. Wat je wel ziet, is net wat je zelf ook aangeeft. We zijn inmiddels een jaar verder. En we zien dat een aantal maatregelen door het kabinet gewoon echt heel slecht zijn uitgevoerd of te laat zijn genomen. Wat ik gemerkt heb is dat een aantal voorstellen van DENK worden vaak 2-3 weken later aangenomen. We hebben eerder gezegd, je kunt kappers, mensen die contactberoepen hebben, kun je met maatregelen echt heel veilig kun je dat laten uitvoeren. Zonder dat je gewoon kappers thuis laat zitten. Dat is gewoon helemaal niet nodig. Rijschoolhouders kunnen met voorzieningen gewoon hun brood verdienen. Als je dat niet doet, dan zijn die mensen ook de ondernemersvreugde kwijt. Dat is echt heel vervelend, zitten ze thuis. Maar tweede is, het kost ook belastinggeld, want we willen dat wel compenseren. Dus waar wij naar kijken is, wat zijn nou maatregelen die je kunt nemen zonder dat nou een hele grote impact heeft. En even over de avondklok. Kijk, die avondklok is er gekomen omdat men zei, die Engelse variant, die is 50% besmettelijker. En met zo'n 10% winst kunnen we met de avondklok dat tegengaan. Dan blijkt die Engelse variant geen 50%, maar 17% besmettelijker te zijn. Dus dat betekent dat je 3 keer een avondklok niet nodig had. Mm-hmm. Dat heb even heel, heel simpel uitgelegd. En wij vinden ook, met name voor jongeren. Ik heb zelf kinderen, 4 kinderen, waarvan 3 van 17, 19, 21. 2 studeren er, eentje op de middelbare school. En ik gun die kinderen dat ze, en die jongeren dat ze, zeg maar toch, in ieder geval, al is het één moment op in de dag, één moment nog even met elkaar iets kunnen doen. En dat deden ze met name door, zeg maar, na schooltijd of na stagetijd even elkaar op te zoeken, vaak in een autootje, even iets te eten te halen, een beetje chillen, kwamen ze naar huis. Dat is het enige wat ze nog hadden. En ik merk nu dat die avondklok als beperking mentaal ook gewoon heel zwaar is. Ik zou het dan toch ook nog willen hebben over dus die maatregelen en over het inleveren van vrijheid. Vrijheden. Ja. Wij zien dat we al een jaar een groot deel van onze vrijheden inleveren, maar dat vrijheid van religie daar eigenlijk wel vaak aan weet te ontsnappen. De kerken en moskeeën waren gewoon open en 9 op de 10 coronabrandhaarden in de tweede golf waren religieuze gemeenten. Is het niet zo? Ja, helaas wel. Ja. Vindt u het verantwoord om dan dus wel met z'n allen naar deze gebedshuizen te gaan, terwijl horecaondernemers en studenten het eigenlijk ook ontzettend zwaar hebben? Moeten we dan niet op een andere manier kijken naar hoe we dat kunnen structureren? Ik heb zelf een debat gevoerd in april met onder andere premier Rutte. En een aantal moskeeën zei tegen mij, Farid, we hebben liever dat de minister-president zegt, geen bijeenkomsten meer, want dan is dat helder.
Als je vanuit de grondwet heeft premier Rutte gezegd, ja, ik kan dat gewoon niet verbieden. Dat is een inperking die grondwettelijk niet kan. Maar ik doe een dringende appel om geen grote bijeenkomst te houden. Heel veel moskeeën vonden dat heel prettig, omdat ze het advies van de premier overnamen. Dus wat die deden was, geen 30 mensen, maar gewoon niemand. Dat is veel makkelijker. Mm-hmm. Kijk, als er 200, 300, 500 gelovigen voor die deur staan, dan moet je op een gegeven moment zeggen, wie laat ik toe en wie niet. En het is veel makkelijker om te zeggen, we doen een bijeenkomst via video. Mm-hmm. En dat deden er heel veel. Dus de moskeeën hebben zich heel goed gedragen. Ik ben er echt trots op. Ja. En hebben zich heel goed gedragen en hebben velo uit zichzelf gezegd, wij gaan geen diensten meer organiseren, ook op de vrijdag, de belangrijke dag, de Jumma, gaan we gewoon niet doen. En die hebben dat echt goed gedaan. Ik weet dat een aantal kerken daar iets anders tegen aankeken. Maak geen onderscheid. Het is hun recht om dat zo te doen. Maar ik weet in ieder geval vanuit de moskeeën hebben ze dat echt heel verstandig gedaan. Ja, maar vindt u niet dat dit iets heel conformistisch blootlegt? Dat wij dus vrijheid van religie wel nog weten te bewerkstelligen, maar heel veel andere vrijheden niet. Vrijheden die worden ingeperkt door bijvoorbeeld de avondklok of door ook universiteiten te sluiten en eigenlijk heel veel mogelijkheden tot samen, tot vereniging gewoon onmogelijk maken. Wat zou Denk daarover zeggen? Nee, ik denk dat solidariteit tussen groepen mensen belangrijk is. Hè. Dus daarom had ik ook dat gesprek met premier Rutte, omdat ik het ook belangrijk vond dat niet alleen mensen van mij horen dat ze zich heel goed moeten houden aan die regels en ook een bijdrage moeten leveren. En dus in die zin, nogmaals, hebben echt een aantal moskeeën gezegd, wij gaan iets verder dan het advies. Zelfs die 30 gaan wij niet doen, omdat je het gewoon niet kunt verbieden. Dat is grondwettelijk. Grondwettelijk is dat gewoon een heel sterk recht. En wat je niet in moet komen, is dat daarover geprocedeerd gaat worden. Dat wilde in ieder geval Rutte ook vermijden. Dus vandaar dat hij dat gewoon niet kon verbieden. Kijk, ik zelf vind het belangrijk dat je wel solidair bent met elkaar. En dus snap ik ook wel dat er mensen zijn die zeggen van ja, en het kan niet zo zijn dat die kerken nog kerkdiensten openen. We zagen op een gegeven moment zelfs CDA-minister Ank Bijleveld dat bezoeken. En dan zitten wij hier binnen en dan zitten wij al 9 maanden naar een scherm te turen. En dat is dan de vrijheid die wij hebben. Mm-hmm. En ja, ik voel daar wel wat voor. Dus ik vind dat het in samenhang moet. Echter is het wel zo dat die vrijheid van religie, die is natuurlijk wel heel erg ook in die grondwet verankerd. Als we daar met elkaar een andere opvatting over hebben, je zou zeggen van joh, dat zou anders moeten. Ja, daar kun je een discussie over voeren met elkaar. Maar vrijheid van vereniging is ook verankerd in onze grondwet. Dan is zeker, toch... maar daarom hebben we toch ook gewoon nog demonstraties. Ja, laten we... Die grondwettelijke vrijheden, nogmaals, van een demonstratie. Ja, ik heb demonstraties gezien op het Museumplein in Amsterdam. Ik dacht van, nou, dat is niet verantwoord. Dat moeten we gewoon niet doen. Ja. En toch vecht dat dan toch een beetje tegen, ja, is dat dan nog verantwoord? Of moet je als burgemeester zeggen, ik tref een noodmaatregel en ik zeg gewoon vanuit openbare orde en veiligheid en vanuit gezondheid sta ik dat niet meer toe. Maar ja, dat hadden ze ook bij de kerken kunnen doen. Het liefste zien we natuurlijk de kerken, moskeeën vol, festivals zeker vol. Ja, daar gaan we natuurlijk vanuit. Er is genoeg ruimte voor iedereen in Nederland. En er is een oplossing, het vaccin. Ja. We zijn steeds meer aan het vaccineren. U bent over een tijdje aan de beurt. Ja. Neemt u het vaccin dan? Nou, dat zei ik gisteren. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik kijk dat nog wel even aan. Maar ik heb vertrouwen in de wetenschap. Ik ben zelf gevaccineerd. Toen ik in Nederland kwam wonen als 8-jarige jongen, kreeg ik versneld. Ik weet niet of jullie dat gekregen, maar dat heette DKTP. Ja, difterie, kinkhoest, polio. Hoe heet dat ook weer? Dat noemen ze altijd de cola-prik, toch? Of niet? Ja, DKTP. En als je naar het buitenland wil, ben ik 2 jaar geleden in Suriname geweest. Ja, dan heb je ook een aantal voorschriften als je naar bepaalde steden. Dus eigenlijk is het heel normaal. En toch merk ik ook wel dat mensen in de samenleving zijn die denken van ja, dat corona, dat voelt toch anders. Ja, maar het is natuurlijk ook anders, hè? Dat vaccin is compleet revolutionair. Ja, waarom is dat zo? Nou ja, het is een nieuw ontwikkeld vaccin, zeg maar. Dat is ook de reden dat we deze vraag stellen. Van, het is niet zomaar iets wat al 30 jaar op de markt is natuurlijk, hè, zoals heel veel andere vaccins. Nee, kijk, ik heb begrepen. Ik heb een collega die heeft veel verstand van infectieziektes. Ze is erop gepromoveerd. Dus ik luister heel goed naar haar. Dr. Sharifa Zamouri, nummer 5 bij ons op de kandidatenlijst. En ik volg haar. En zij zegt wat er in korte tijd gebeurd is echt ongekend. Mm-hmm. Er is echt in hele korte tijd zoveel werk verzet, waardoor je eigenlijk dat vaccin hebt. Sommigen dachten dat gaat nog veel langer duren.
De uitwerking, dat weten we nog niet helemaal. En of dat nou inderdaad tegen alle varianten werkt. En hoe lang dat dan goed werkt, dat weten we ook nog niet. Mm-hmm. Dus we weten, het enige wat we niet weten is wat dit op de lange termijn doet. Hoe ontwikkelt die ziekte zich? Maar dat weten we ook niet, want het is er nog niet zo lang. Precies. U had het net over de Nederlandse samenleving. De Nederlandse samenleving, ongeveer 80% wil zich nu laten vaccineren. Ja. Maar de denkachterban, daarvan wil maar 43% zich laten vaccineren. Ja. Waarom denkt u dat het bij de denkachterban zoveel lager is dan het landelijk gemiddelde? Dat weet ik echt niet. Ik hoor nu voor het eerst het cijfer van 43%. Ik spreek best veel mensen op straat die mij aanklampen. En dat is dan niet typisch. Hè? De denkachterban, ik was vorige week in Zwolle. Toen kwam er iemand die stond mij echt op te wachten. Dat was een echte FVD'er. En die zei, jullie moeten het zelf doen als Thierry. Want het is, mensen krijgen wel een vaccin, maar ze om iedereen dood te maken. Waarop ik nog zei van, nou, oké, 1 miljoen mensen heeft inmiddels gekregen. Hoeveel mensen zijn daarvan overleden? Ze zeiden, nou, maar dat mensen houden dat achter de hand. Hè? Dat wordt niet... Nou, in Israël zijn er 9 miljoen gevaccineerd. Hoeveel mensen zijn daarvan overleden? Ja, en toen kwam die een beetje klem. Mm-hmm. Ik weet het echt niet. Ik weet dat er best wel wat mensen, nogmaals in die samenleving, hè, 25%, hè, je geeft aan 25% daar heel kritisch over is, omdat er allerlei informatie wordt verspreid. Ik doe daar niet aan mee. Ik vertrouw niet in de wetenschap. Mm-hmm. Dat de denkachterban hier daarvan afwijkt, dat zou kunnen. Ik weet het echt niet. Ik denk omdat ze soms ook op Facebook en op YouTube andere filmpjes zien, andere informatie op zich nemen. Laten we het hebben over de volgende crisis die ons te wachten staat als jongeren. Een economische crisis. Eigenlijk heeft de coronacrisis best wel blootgelegd een aantal problemen waar wij al langer tegenaan hikken. Ja. Zoals het leenstelsel en arbeidsmarkt en woningmarkt. Ja. Dus laten we het daar nu even over hebben. Mm-hmm. Eigenlijk willen alle partijen, behalve de VVD, willen terug naar de basisbeurs en af van het leenstelsel. Ja. We hebben natuurlijk al een aantal partijleiders hier te gast gehad. En die zijn het er wel veel mee eens. Alleen als zij daar specifieker naar vragen, krijgen we eigenlijk helemaal geen concreet antwoord. Mm-hmm. Over wat er nou daadwerkelijk moet gebeuren. Ja. Heeft DENK wel een concreet plan? Jazeker, wij willen de basisbeurs terug. Dan nog liever in de oude vorm zoals die er was, dan wat we nu hebben. Wij waren altijd, al in 2016 heb ik debatten gevoerd tegen GroenLinks, tegen de PvdA, tegen D66. En aangegeven dat dit gewoon echt een heel slecht plan is. Het is echt heel slecht. En om twee redenen. Ik begrijp ook niet waarom die ingevoerd is. Want wat die doet is, hij zet studenten mentaal onder druk. He, dus het opbouwen van een schuld is voor studenten echt heel ingewikkeld. Ik kom net van ons partijbureau. Ik had een gesprek met een aantal studenten. Ja, 30.000 euro schuld, 40.000 euro schuld. Ja. Ging eigenlijk over hoe u dat wil compenseren. Dus ja, dat is de volgende vraag. Ja. Dus twee dingen. Wij moeten zo snel mogelijk af van dat nare schuldenstelsel. Omdat dat mensen op achterstand zet, stress verhoogt. Maar ook omdat dat groepen mensen die het niet gewend zijn, zeker mensen die voor het eerst gaan studeren, die doen dat niet. En dat is zonde voor onze samenleving, ook voor die personen. Want je ontwikkelt niet je vol potentieel. Wij willen dat de studenten gecompenseerd worden. Gecompenseerd worden, dus gewoon een deel van die schuld, een flink deel, moet worden kwijtgescholden. Welk deel? Hoeveel? Nou, daar kun je over praten met elkaar. Dat maar als dat u ligt? Nou, je zou kunnen kijken bijvoorbeeld naar het deel wat je normaal onder een basisbeurs had gekregen. Dat zou je eruit kunnen halen. En zeggen van, joh, als je nou uitrekent en het is ongeveer 250 tot 300 euro per maand, dan zou je dat kunnen optellen en zeggen, joh, dat gaan we hier gewoon kwijtschelden. Ja, en we hebben onze plan ook echt laten doorrekenen. Hè? Dus zeg maar de afschaffing, hoe gaan we dat betalen, waar komt dat dan vandaan, et cetera. Mm-hmm. Dat zit ook in ons verkiezingsprogramma. Oké, dus om het even samen te vatten, voor de leenstelselgeneratie 2015 tot 2021, wordt dat met terugwerkende kracht teruggestort op je rekening? Dat is het idee, ja. En voor de komende generatie, dus degene die... Basisbeurs terug. Zeker. Van hoeveel per maand zou dat dan zijn? Ja, ik denk, wat we hadden, thuiswonend zo tussen de 250 en de 300 euro, uitwonend rond de 450, 500 euro. Klinkt goed. Dus iedereen eens? Ja. Nou, ik ben er wel bij. Kijk, dan hebben we het over de huisvesting. Ja. Want de huisvesting is nog best wel een probleem. Nou, dat voor nu is het probleem, ongekend. Zeker wonen in Amsterdam, extreem duur. Maar straks, als ik dan een baantje heb, dan moet ik ook gewoon blijven huren. Want er is geen één startersloon met waar ik eigenlijk een huis kan kopen. Ja. Hoe gaat DENK dit oplossen? Ik heb een jaar of 10 geleden heb ik me er echt over verbaasd dat wij elk jaar rapporteren dat studenten geen woningen kunnen vinden. Als er nou één ding constant is, dat is echt heel raar. Ik was toen werkzaam bij het ministerie van Vrom. Ja. En ik was verantwoordelijk voor de gebouwen van de Rijksoverheid, althans de strategie. Ik was directeur vastgoed.
En ik heb toen echt met een paar collega's gezegd, joh, hoe kan dat nou dat we onze studenten dat aandoen? Waarom krijgen we dit probleem niet structureel opgelost? Mm-hmm. Ik was daar oprecht verbaasd over. Dat was niet mijn belangrijkste aandacht. Want ik hield me bezig met de grote kantoren, de gevangenissen, de paleizen, zeg maar even, de overheidsgebouwen. Maar ik was wel bezig met die... En ik, waarom doen we dat? Hè? Waarom duwen we jonge mensen in de handen van huisjesmelkers, betalen zich helemaal blauw, wonen soms op 3 vierkante meter? Nou, dat schiet niet op. Kijk, ik heb in de afgelopen jaren, de woningnood is gegroeid in de afgelopen jaren. En eigenlijk heeft het afgelopen kabinet daar echt te weinig aan gedaan. Ik vind dat echt een van de punten waarvan ik, Ollongren van D66, dat neem ik haar echt kwalijk. Mm. Nu zie je dat we zover zijn dat we, als we het probleem als het klein is niet aanpakken, dan gaan we pas acteren als het een enorme crisis is. Dus nou worden hele grote woorden gebruikt. Het is een wooncrisis, het is een drama, het is meeste, het is ontzettend groot. Ja. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan. 1 miljoen woningen moeten er gebouwd worden. De overheid moet regie gaan nemen. Die moet het niet meer overlaten aan gemeentes. Gemeentes maken soms de verkeerde afweging. En dat betekent dat gemeentes die moeten gewoon opgedragen krijgen vanuit de overheid, centraal, een minister voor volkshuisvesting. En daar hoort ook studentenhuisvesting bij. Is dit is planmatig wat we gaan doen. De komende 10 jaar die woningen worden gebouwd. Daarvoor is wel nodig dat er natuurlijk dat die gemeenten samenwerken. En om dat ook te wat soepeler te laten maken, hebben wij in ons verkiezingsprogramma €1 miljard uitgetrokken voor projecten waarvan een gemeente zegt, ja, maar dat kan net niet rondkomen. Dus je krijgt hem niet rond. Voor woningbouw? Voor woningbouw. Ja, €1 miljard voor als zeg maar een soort aanjaag om projecten waarvan je zegt van ja, je moet daar hele moeilijke voorzieningen treffen, of je moet binnenstedelijk bouwen, wat vaak duurder is. En dus is dat te ingewikkeld. Of op locaties waar het wat ingewikkelder is, en daar moet even geld bij. Mm-hmm. Nou, dan hebben wij daar wel 1 miljard voor uitgetrokken. Ja. Als het gaat om de woningen, vinden wij ook dat er moet diverser gebouwd worden. Je ziet dat er best veel mensen met z'n tweeën zijn en eigenlijk veel te groot wonen. En die zouden best wat compacter kunnen wonen, maar dan moet dat aanbod er ook wel zijn. En je kunt ook best wel op een... Dus ik vind dat we in Nederland veelal heel traditioneel bouwen. Ze moeten met z'n allen kleiner gaan wonen. Ja, maar als student, dan zou je met 25 vierkante meter wat zelfstandig kunnen bouwen. Zou prima kunnen. Maar dan zou je er 2 van hebben als je met z'n tweeën bent. En dan zou je er 4 van kunnen hebben als je er kinderen bij krijgt. En zo kun je zeg maar... Dus ik vind dat je veel meer op de wooncarrière. Mm. En nu is het, vind ik, heel eenzijdig. Nog een probleem waar veel studenten tegenaan lopen, veel jongeren, zijn de flexcontracten in Nederland. Ja. Nederland is het grootste flexland van de Europese Unie. Zeker, 2 miljoen flexcontracten. Precies. En toen wij jullie verkiezingsprogramma lazen we ook wel echt dat jullie dat probleem erkennen. Jullie geven zelf aan dat grote groepen Nederlanders worden ingezet als de klapstoeltjes van de Nederlandse economie. Zeker. Om even in die beeldspraak te blijven. Hoe zorgen we ervoor dat deze groep Nederland weer comfortabele Chesterfield-banken worden? Nou ja, door mensen die nu een flexibel contract hebben echt meer rechten te geven. Dus daar moeten we echt mee stoppen. Door schijnconstructies bijvoorbeeld van een ZZP'ers, waarbij het eigenlijk een soort verkapte bezuiniging is. Hè? Mensen die er helemaal niet voor kiezen. Bezorgers of postbodes die gewoon... die bedrijven willen minder risico nemen en die dwingen mensen om dan een soort zelfstandig te worden. En je ziet eigenlijk dat misschien wel de helft van de zelfstandigen dat helemaal niet wil. Die willen gewoon zekerheid. Mm-hmm. Maar dus hoe gaan jullie dat concreet veranderen? Nou ja, dat betekent in de regelgeving dat we dat gaan aanpassen. Dus we vinden dat we doorgeschoten zijn als het gaat om sociale zekerheid. Dat moet echt terug. Dat betekent dat mensen meer rechten gaan krijgen, zodat ze een serieus contract kunnen krijgen. Niet eindeloos kunnen worden ingehuurd op externe contracten, dat ze tijdelijk worden aangesteld, vervolgens met een draaidoorconstructie, 2-3 maanden eruit en dan weer. Dus wij willen meer zekerheid geven. Mm-hmm. Dat zal ervoor zorgen dat in ieder geval die 2 miljoen mensen die nu heel pijnlijk merkt hoe belangrijk zekerheid is en hoe de coronacrisis hun treft, dat die echt meer rechten krijgen. Maar wat bedoelt u met die rechten? Wordt het dan aan werkgevers verplicht om een vast contract aan te kunnen bieden? Of hoe ziet u dat zeg maar concreet voor zich? Nou ja, je kunt denken aan dat zeg maar op dit moment de regelgeving zo is dat je vaak nog een tijdelijk contract geeft. Dat kun je beperken. Tweede is dat je zeg maar schijnconstructies waarbij mensen worden ingehuurd volgens een ZZP-constructie, als blijkt dat dat gewoon eigenlijk helemaal geen sprake is van ondernemerschap, dat je dat gewoon verbiedt. Dat dat gewoon niet kan. Dus mensen moeten gewoon in dienst worden genomen. En dat zijn in ieder geval voorbeelden, zeg maar, waarmee je mensen gewoon meer zekerheid geeft. Want uiteindelijk wil gewoon iedereen. Ja, uiteindelijk wil iedereen. Maar hoe gaat u dat checken? Nou, hoe gaan we dat checken? Kijk, we zien op dit moment dat we echt doorgeslagen zijn. Ik kan me best voorstellen dat mensen die flexibiliteit prettig vinden en dat ze
daarmee ook meer inkomen kunnen genereren. De praktijk is dat we echt doorgeschoten zijn. Er zijn natuurlijk verschillende onderzoeken naar gedaan. Ja, maar dat is ook het probleem. Ja, nou, dat moet je dus bijhouden. Dus kijk, als nu blijkt dat 2 miljoen mensen... We wisten dat eigenlijk helemaal niet. Dus we weten nu pas dat die flexibiliteit zo ver doorgeschoten is... dat eigenlijk mensen heel kwetsbaar zijn... en ook vaak tegen hun zin in die flexcontracten hebben. Nee, dat is ook het hele probleem. Omdat we dat kunnen doen. Dus moet je sneller mensen in dienst kunnen nemen. Je moet sneller mensen een vast contract kunnen geven. Mm-hmm. En je moet rare constructies waarbij het lijkt alsof mensen... nogmaals vanuit zichzelf zelfstandig willen zijn ondernemerschap... moet je gewoon verbieden. Dus dat bijvoorbeeld als het gaat om zo'n zaak als Uber... He, die heeft bijna die doet zelf, die zegt ja, wij zijn een platform, Uber iets. En die mensen die hebben vrijwel geen rechten. Die, die worden bijna met stukloon betaald. En dat noemen ze dan zelfstandig. Ja. Moet gewoon mee stoppen. Die mensen moet je gewoon in dienst nemen. Ja. Moet gewoon zekerheid hebben. Laten we nog doorgaan naar het grotere macro-economische plaatje. Ja. Namelijk de staatsschuld. Ja. De economie is 3,8% gekrompen sinds de coronacrisis. En onder jongeren leeft eigenlijk de angst dat deze crisis zowel mentaal als economisch op ons bordje wordt gelegd. De discussie die ook nu wel veel plaatsvindt gaat over solidariteit. Ja. Moet solidariteit nou altijd van jongeren naar ouderen komen en nooit andersom? Vindt u dat, zeg maar, wat is uw sentiment daarbij? Nou, nee, ik vind niet. Solidariteit gaat altijd twee kanten op. Dus dat betekent dat we dat in evenwicht moeten doen. Dat van alle Nederlanders in een beetje dezelfde mate een bijdrage wordt gevraagd. Dat betekent dat ouderen het niet heel veel beter moeten hebben dan jongeren. Dus wij kijken ook in ieder geval in onze plannen naar hoe ontwikkelt die koopkracht zich. Even staatsschuldtechnisch. Het is prima dat wij een staatsschuld hebben van 70%, 80%, 90%. Dat is echt geen enkel probleem. Dat is heel betaalbaar. Wat ik zeg is, we hebben een uitzonderlijke situatie waarbij we nu uit onze reserves moeten putten omdat we banen willen redden, omdat we bedrijven willen redden. Het alternatief is slechter. Samen dat die mensen straks zich melden bij een UWV of een uitkering krijgen en we bedrijven kapot maken. Dus het alternatief is slechter dan dat we nu die bedrijven helpen. Dat kost wel geld. Maar wie gaat dat betalen? Wij zijn, zeg maar, veel jongeren zijn heel... Ja, maar dat is broekzak, vestzak. Want dat kun je... Kijk, het alternatief is veel slechter. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld in 2012 gemerkt, na de crisis van 2008, ik was toen zelf werkzaam als ambtenaar. En toen kreeg ik van mijn meerdere te horen, ja, er mag niemand aangenomen worden. Ja, dat vond ik heel raar, want ik zat wat er gebeurde was dat jongeren gingen langer studeren. Dus jongeren deden vaak dan nog een studie erachteraan. Een bachelor werd een master of nog een studie erbij. Mm-hmm. Maar dat kun je ook nog maar 2 jaar doen. En dan komt toch weer die bubs, komt dan toch weer die markt op. Ja. Ik heb toen gezegd van ja, ik ga wel jonge mensen aannemen. Dat heb ik eigenlijk tegen het beleid ingedaan. Dus je moet niet op dit moment zeggen, wij gaan rigoureus bezuinigen, waardoor het voor de jongere generatie straks betaalbaarder is. Maar als je dan geen baan hebt, heb je ook niks. Ik geloof erin dat we moeten investeren met heel, heel, heel goed te doen. Is onze staatsschuld een van de laagste van Europa samen met Duitsland. Dat is echt prima. Dat kunnen wij heel goed doen door op dit moment te lenen, dat te investeren, waardoor er voor jongeren, voor jullie banen ontstaan. Dat is de enige manier om het te betalen. Als we het hebben over die solidariteit van ouderen naar jongeren, dan hebben we het over de klimaatcrisis. Ja. Dat is duidelijk. Denk zegt, wij zijn geen klimaatontkenners, maar wij zijn ook geen klimaatdrammers. Wij zijn klimaatrealisten. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, is dat wij in ons verkiezingsprogramma op hebben genomen dat wij zeggen, wij willen in 2040 willen wij 100% duurzame energie opwekken. Wij vinden de energietraditie de komende 30 jaar is een van de belangrijkste opgaves die we hebben. Wij willen af van biomassa, fossiele brandstoffen. Wij zeggen er wel bij, kijk, je moet dat niet weer afwentelen als je het hebt over solidariteit op burgers. Want uiteindelijk komt ook de energierekening en daar komt dan de opslag op met belastingen, et cetera. En daar betalen we dan die energietraditie van. Terwijl we zien bijvoorbeeld dat een vliegtuig vrijwel geen belasting betaalt op die kerosine. En wat we zien is dat mensen aan de brandstofpomp betalen ze van elke euro die je tankt aan diesel of benzine, is 70% gaat direct naar die overheid. Je kunt je ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen van, joh, maar waarom moeten wij nou als burgers steeds meer betalen? En dat hebben we de afgelopen 10 jaar gezien. Burgers betalen steeds meer. De lastendruk is gestegen van 35% naar 40%. En voor bedrijven is die afgenomen. Daarvan hebben wij gezegd, dat is onrechtvaardig. Dus wij willen dat 80% van de kosten voor die transitie, die gaat echt naar de bedrijven, naar de vervuilers. En 20% gaat naar burgers. Daarmee is die te realiseren. Want dus de vervuiler betaalt. De vervuiler betaalt, want anders is het echt onrechtvaardig.
Nou, we hebben nu de drie studentenstemwijzers thema's aangepakt. Corona, economie en klimaat. We gaan nu naar thema's die meer met denk te maken hebben. Ja. We beginnen met inclusie en acceptatie. Ja, maar deze hebben ook heel veel met denk te maken. Deze hebben natuurlijk heel veel met denk te maken, maar deze zijn denkspecifiek. Ik wil ook wonen, ik wil ook een goed klimaat. Maar klimaat heeft met eigenlijk elke partij te maken. Maar deze deze heeft ook met andere partijen te maken, maar meer denk. Ik begrijp denk wat je bedoelt. Want een groot probleem nu op de werkvloer of aangenomen worden voor een stage of bij een huis terechtkomen, is dat je niet wordt aangenomen op basis van je kleur, je afkomst of je naam. Ja. U bent vast ook wel eens afgewezen voor een promotie. Maar dat bewijzen dat het komt door je afkomst is lastig. Is ontzettend moeilijk. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Ja. Hoeveel denk dit concreet gaan aanpakken? Nou kijk, we hebben natuurlijk ook even gekeken hoe dat in andere landen gaat. En zo kwam ik op een heel goed initiatief. Theresa May, toen nog premier van de conservatieven in Engeland, die heeft, dat noemt zij de Disparity Act. Wat zij heeft opgesteld is een wet waarmee in ieder geval overheidsorganisaties aan de voorkant jaarlijks rapporteren over welke groepen mensen welke rol vervullen binnen de organisatie. Maar wat ze ook doet is, ze maakt dat inzichtelijk, maar wat ze ook doet is, je moet rapporteren over wat je er nou aan doet om ervoor te zorgen dat mensen een gelijkwaardige kans hebben binnen de organisatie. Dus in plaats van dat wij het individu laten vechten door te zeggen van ja, gaat u nou maar naar het college voor de rechten van de mens, hè, dus u bent afgewezen. Ja, toon dat maar aan. Dat is niet te doen. Mm-hmm. Bovendien zeggen heel veel bedrijven, zeggen ja, de college voor de rechten van de mens. Ja. Dan ga je naar de rechter en de rechter toetst nog veel moeilijker. Hè? Dus de rechter toetst vaak anders. Kijk, het individu kan het niet winnen van die overheid, niet van grote bedrijven. Mm-hmm. Daar leg je het altijd tegen af. Dus wie moet het omdraaien? Laat die bedrijven en de overheid nou aan de voorkant uitleggen wat ze doen om mensen, vrouwen, mensen met een andere afkomst, andere zeg maar zaken die kenmerkend zijn. Hoe zorg je er nou voor dat je voor al die groepen Nederlanders toegankelijk bent en in eerlijke mate laat zien dat ze ook een kans maken om met dat bedrijf te werken? En hoe is dat dan ook verdeeld? En werkt bijvoorbeeld ook op de huizenmarkt? Op de huizenmarkt werkt dat ook. Kijk, op de huizenmarkt zijn wij nog verder gegaan. Ook daar heb ik met Ollongren een behoorlijke gevecht gehad, omdat ik merkte dat het onderzoek van de Groene Amsterdammer bleek dat 92% van de makelaars bereid was discrimineren. Ja, en dan zegt Ollongren, ik heb over 3 maanden een afspraak bij de NVM. Ik zeg, maar dat is geen urgentie. Begrijp je? Als jij dus zelf het slachtoffer daarvan bent, en ik ken het voorbeeld, hè, van Abby uit Haarlem, die jongen, weet je, volop meedoen in de samenleving, docent, speelt toneel, speelde in Venlo, Jezus in de Passion. Geweldig, maar even heel, heel frustrerend. Die jongen die is volop onderdeel van die samenleving. En moet je je voorstellen wat er gebeurde. Hij wilde, omdat ze een kindje kregen, hij met zijn vriendin wilde die een grotere woning. Hij stuurt 30 verzoeken aan makelaars om voor te bezichtigen. En hij kreeg 30 keer een afwijzing. Dus hij dacht, het is gewoon heel druk op die markt. Begrijp je? Ik kom er niet tussen. En zijn vriendin met een niet-migrantenafkomst, die stuurt 2 berichten en ze wordt 2 keer uitgenodigd. Ja. Hij moest gewoon huilen. En die makelaars, gaan die dan de cel in? Wat doen we? Nee, hij moest huilen. Kijk, wat je moet doen. En ik ben zelf bij de NVM geweest. Ik ben bij de voorzitter Onno Hoes geweest, omdat ik dit een belangrijk thema vind. Dus ik ga er gewoon op uit. Wat je moet doen is heel helder uitleggen aan die makelaars dat artikel 1 van de grondwet een heel belangrijk artikel is. Dat zou je eigenlijk niet moeten uitleggen. 2 is, je kunt zeggen, makelaars die een overtreding begaan met een mystery guest bezoek. En dus in plaats van dat ze zeg maar dat een journalist ze belt. Een lokker. Kan een agent bellen en zeggen van joh, ik ga gewoon eens even, ik vraag een term aan. Ik vraag aan of ik een woning, ik wil mijn woning verhuren, maar niet aan een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Nederlander. Als er iemand zegt van dat kan, nou, dan krijgt hij bezoek en mag hij dat gaan uitleggen. Daar kun je strafrechtelijk voor veroordeeld worden. Dat kan, zeker op termijn. Het gaat ook over voorlichting. Kijk, jij noemt dat dan van, hè, wij hebben dat in het programma staan. Hè, wij zeggen joh, racistenlokkers. Ik weet dat klinkt niet lekker. Maar we hebben natuurlijk een narcotica-brigade. Waarom? Omdat drugs een hele aparte specialisme is. Dat hebben we gedaan. We hebben zelfs de dierenpolitie gehad. Hè? Ook 500 agenten. Omdat we dat belangrijk vonden. Dat was een afspraak in het kabinet. We kennen natuurlijk zedenpolitie. Omdat dat een hele specifieke aanpak is. Ja, waarom zou je dat niet doen met racisme en discriminatie? Omdat nogmaals, het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat er 3,7 miljoen Nederlanders zijn die daar in meer of mindere mate mee te maken hebben. Dus het is echt een serieus probleem. En daar moeten we korte metten mee maken. Ja, want van racisme en discriminatie gaan we naar integratie en inclusie. Jullie zeggen, we willen afstappen van integratie en naar inclusie. Ja. Wat houdt dat in?
Nou, dat houdt in. Je kijkt er heel lastig bij. Ja, ik vind het, het klinkt onder... hetzelfde. Het voelt ergens... Ik snap het verschil niet echt. Nee, dat is het probleem. Nee, dat. Kijk, dat begrijp ik. Want ik denk dat voor jou... Nederland is voor jou redelijk warm bad. Ja, jij wordt niet dat kan ik zeggen. Je wordt niet uitgesloten. Ik ben geen minderheid. Nee, als jij staat te pinnen en er staat een oude vrouw bij je... die gaat niet specifiek naar jou kijken van... goh. Nee, die vraagt, kunt u me helpen, jongen? Ja. Ja, en ik denk dat jij op je achternaam zelden wordt afgewezen, denk ik. Niet vaak. Nee, dat zal niet gebeuren. Nee. En toch zijn er groepen Nederlanders die dat wel ervaren. Ja. En wat je volgens mij moet doen is een cultuur creëren... waarbij je een inclusieve sfeer creëert. Is dat mensen met een andere afkomst onderdeel zijn van die samenleving. Dus je moet niet alleen... Dat is toch precies wat er gebeurt met integratie, of niet? Nee, dat is niet wat er gebeurt met integratie. Maar dan, kijk, het kan best zijn dat we de definitie van integratie... Maar kunt u dat dan uitleggen? Nee, kijk, integratie wordt heel vaak misbruikt... om eigenlijk aan te geven dat groepen burgers niet deugen. Dus wat er gebeurd is, op het moment dat er een incident is... op het moment dat er iets is, dan zeggen we... ja, heeft te maken met integratie, zijn niet geïntegreerd. Dus als er in Urk... zeg ik even, avond na avond rellen zijn... is er niemand die zegt, nou, de integratie is mislukt. Als dat in de Schilderswijk gebeurt, is dat wel zo. Wat ik probeer aan te geven is dat gedrag van mensen... niet te herleiden is tot afkomst. En dus moet je stoppen om elke keer integratie erbij te halen... want die mensen zijn hier geboren. Dat is geen integratie. Als jij hier geboren bent en je hebt hier onderwijs genoten... en jij zoekt je plek in die samenleving... en ik zeg van, ja, je bent niet goed geïntegreerd. Dat is toch een raar concept? Ja, maar met integratie... Wat die persoon nodig heeft, is dat hij zich welkom voelt... dat hij een minister-president heeft, Rutte, die niet zegt... ja, ik snap het dat er gediscrimineerd wordt. Hè? Liever Mark dan Mohammed. Dus Mohammed, vecht je maar in. Ja. Is het rechtvaardig als Mohammed zich moet invechten? Maar is... Minister-president moet zeggen... zolang ik minister-president ben van dit land... doe ik er alles aan om ervoor te zorgen... dat jij gelijke kansen hebt als Mark. Maar in principe is... Dat is inclusie. Maar... Inclusie is dat je onderdeel voelt van die samenleving. Dat je er mag zijn om wie je bent. En dat... anderen je niet afwijzen omdat je een andere achternaam hebt, een andere seks of een andere... Maar dat is precies waar Nederlandse integratie voor staat, toch? Als je integratie volgt in Nederland, dan leer je Nederlandse waarden. Wat betekent intolerantie voor intolerantie? Waarom zou je daar tegen zijn? Omdat integratie in Nederland dat niet betekent. Integratienota's gaan over het problematiseren van groepen Nederlanders. Kijk, jij bent vrijgesteld van integratie. Dus dat betekent dat elke fout die jij maakt... wordt nooit afgewenteld op jouw identiteit... of op jouw kleur of op jouw geslacht. Want jij bent gewoon onderdeel. Jij valt weg tegen de kleur van het behang. Ik niet. Dus dat betekent dat als ik iets verkeerd doe... en dat hebben jullie natuurlijk ook gezien, hè? Jij nee, ik ben het helemaal mee eens dat er een probleem is. Dat er nu een probleem is met dat er naar een bepaalde groep wordt gekeken... alsof het een andere groep is dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens. Dat is ook iets slechts. Ja. Daar moet ik eens aan gebeuren. Ja. Maar is integratie dan niet juist dat je deze groep opneemt? Dus dat je met z'n allen een geheel wordt. Is dat niet integratie dat een bepaalde groep zich dan soms met kleine aanpassingen aanpast, zodat ze perfect bij de grote groep horen? En niet dat de grote groep zegt, we accepteren jullie als groep buiten ons. Het is toch veel mooier om juist, zoals u zegt, we zijn allemaal Nederlanders. Dus om dan ook echt dat gevoel te hebben dat we met z'n allen zijn en niet dat we een groep buiten ons accepteren. Ja, en ik denk dat wat er nu gebeurt in die samenleving... is dat als 92% van de makelaars zegt... ja, u vraagt mij uw huis niet te verhuren... aan een Marokkaans, Turks, Surinaams, Italiaanse persoon... Dan ben je niet inclusief. Dan druk je die groep uit die samenleving. Terwijl het al heel moeilijk is om een woning te vinden. Als je een ander onderwijsadvies krijgt... Omdat men bijvoorbeeld ziet dat je gedrag hebt wat ze niet kennen. Een docent zegt, ik vind het niet zo herkenbaar. Dus ga jij maar een niveautje lager, want dat is wel goed. Mm-hmm. Terwijl je ziet dat anderen juist een hoger adviesniveau krijgen. Dat gebeurt ook. Als je op de arbeidsmarkt... Ik ken mensen die een stage moeten volgen. En in die zin hebben wij in ons programma opgenomen... dat een stagegarantie voor mbo's echt heel belangrijk... omdat dat oneerlijk verdeeld is. Als jij... een stage wil en jij haalt hem wel, maar jouw maatje die een andere afkomst heeft niet, dan kun jij toch niet relaxed daarmee genoegen nemen. Dan is dat toch ook jouw probleem. Nee, maar helemaal, maar dat is dus precies het maar ding. Dat heeft niets met integratie te maken. Maar dit is geen integratie. Dat want is, wat nu is geen integratie. Nee, maar integratie wordt omgedraaid als het probleem van de persoon die hier naartoe komt. Maar dan moeten we toch dat aanpakken, dan moeten we toch
betere integratie, ja, maar, meer integratie. Ja, maar mensen zijn hier, maar even voor de duidelijkheid, mensen zijn hier al hun opa's en oma's zijn 60 jaar geleden hier naartoe gekomen. Er is een generatie nu, die nu naar school gaat, die echt Nederland kent als thuisland. Die snappen, integratie, ik ben hier geboren. Hoe wil je integreren? Wat is dan integreren? Okay. Grijp je? Wat is nou integreren? Ja. Ik wil graag meedoen. Ik wil mijn talent ontwikkelen. Ja. Ja, het is toch heel raar als je op een gegeven moment als jongen van 12, waarvan de opa's en oma's in de jaren 60 naartoe gekomen, jezelf de vraag moet stellen, joh, ik voel zoveel weerstand en zoveel voordelen in de samenleving. Als een jongen van 12 zichzelf de vraag stelt, kan ik in dit land wel regisseur worden, omdat hij dat graag wil? Dat dan kunnen we toch niet met elkaar zeggen dat die samenleving geslaagd is en vervolgens zeggen, ja, die jongen moet anders integreren. Ik vind dat een lastig concept. Ja. Ja. Wat misschien een mooie oplossing zou zijn voor gelijke kans voor iedereen, zou gelijk onderwijs zijn voor iedereen. Jullie zeggen zelf in het partijprogramma stop de hetsen tegen islamitisch onderwijs. Ja. En zijn ook voor artikel 23 van de grondwet. Maar wat is er nou eigenlijk zo erg aan iedereen in Nederland hetzelfde onderwijs te laten genieten en met z'n allen naar een Nederlandse openbare basisschool, middelbare school te laten gaan, waarbij gewoon dezelfde normen en waarden en dezelfde Nederlandse gelijke kansen worden geboden? Kijk, diezelfde normen en waarden bestaan natuurlijk niet. Mensen hebben op verschillende plekken in de samenleving andere overtuigingen. Hè. Je had bijvoorbeeld in Arnhem-Muiden had je altijd de boeren en de vissers en die konden elkaar niet luchten. Dus die hadden altijd discussie. En als je dan als meisje, boerenmeisje, met een vissersjongen kwam, had je gewoon ruzie. Dus er is altijd verschil tussen groepen mensen. En 70% van de scholen zijn bijzondere scholen. Die vallen onder die artikel 23. Dus dat betekent dat er zijn 30% van de scholen zijn openbaar, zijn zeg maar even niet bijzonder. Maar je hebt heel veel varianten. Je hebt ouders die vinden het heel belangrijk dat hun kinderen op een bijzonder onderwijs zitten. Dat is maar dat perkt toch de vrijheid van die kinderen in om hun eigen ideologie aan te hangen? Dan leg je toch iets aan ze op? Maar zeg jij nou dat als wij aan ouders opleggen dat ze zeg maar niet naar een vrije school kunnen? Dat is dan niet de vrije school. Ja, dus nee, maar goed, de vrije school is een bijzondere school. Ja, de vrije school. Ja, oké, maar ik heb het dus nu over Nederlands openbaar onderwijs. Ja, maar waarom zou Nederlands openbaar onderwijs nou de standaard moeten zijn? Maar is dat nou, beter? Dan bied je toch eigenlijk de gelijke kansen aan iedereen. Maar die bied je toch overal? Ik was gisteren bij een islamitische school. Een tweetal scholen daarvan scoren gewoon het beste als het gaat om bijvoorbeeld CITO-scores. Het onderwijs is echt fantastisch. En die ouders die zeggen, joh, ik vind het vanuit mijn religieuze identiteit heel belangrijk dat mijn kinderen dat meekrijgen. Maar dat is dan toch nog steeds niet gelijk. Dat bepaalde scholen dus op een ander niveau onderwijs geven dan anderen. Dat wil je toch totaal gelijk trekken, zodat elk kind in Nederland een gelijke kans kan beginnen. Nee, maar dat is echt een gekke utopie. Want dat is een vreemde aanname. Ik ben schoolbestuurder geweest bij de openbare scholen van Rotterdam, alle openbare scholen, hè, van bijzonder onderwijs, speciaal onderwijs tot aan middelbaar onderwijs, gymnasia, vielen eronder, et cetera. Wij hadden binnen die 130 scholen hadden wij ook scholen die gewoon heel zwak waren, omdat het bestuur soms heel slecht was of omdat er bijzondere omstandigheden waren. Dus er is altijd variatie in de kwaliteit. En dat betekent dat via ons inspectie voor het onderwijs heel goed moeten kijken naar, hoe kun je nou die kwaliteit goed bewaken? Hoe kun je ervoor zorgen dat alle kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen? Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik geef ouders de vrijheid om zelf te bepalen of ze kiezen voor een openbare school. Omdat ik dat kan. De ene zegt ik wil openbare school. En de andere zegt ik wil christelijk onderwijs. En de derde zegt ik wil islamitisch onderwijs. Want dat past bij mij. En ik zie niet in waarom die verschillen. Waarom dat een zwakte zou zijn in plaats van een kracht. Kijk, als ik nu eventjes een concreet voorbeeld noem, is dat uw eigen, de oud-fractievoorzitter van uw eigen partij les gaf uit boekjes waarin er op niet vredige wijze met homo's werd omgegaan bijvoorbeeld. Dat werd daar onderwezen. Dat zijn toch niet de normen en waarden die we hier in dit land accepteren, waarmee we met elkaar omgaan. Dus dan zou je toch juist willen dat we gelijke kansen bieden door eigenlijk iedereen en alle kinderen met dezelfde normen en waarden te laten opgroeien. Ik denk dat het heel goed is dat je kinderen opgroeit en voorbereidt op een samenleving waar mensen die gelijke kansen krijgen, gelijke rechten, et cetera, hebben. Als dat anders wordt onderwezen, ben ik daar echt op tegen. Dus volgens mij is het zo. Collega Kuzu heeft volgens mij op een weekendschool gezeten. Onderwijs vanuit islamitische leer. Nou, ik merk aan hem totaal niet dat hij anders is. In die zin
snapt hij die samenleving. Maar ik gun hem wel dat hij zijn eigen overtuiging heeft. Voor zover die anders zijn. Hè? Dus die ken ik helemaal niet zo goed. Ja. En ik denk dat de vrijheid om zelf te bepalen of je een religieuze of een andere type onderwijsvrije school of een openbaar onderwijs, natuurlijk veel verstandiger is om dat wel toe te laten. Omdat dat ervoor zorgt dat mensen dan keuzes kunnen maken die bij hun passen. Als er op die scholen wordt onderwezen... Ik ben erop tegen als op scholen wordt onderwezen dat er ongelijkheid tussen mensen, ben ik daar echt op tegen. Dat gebeurt daar wel. Er werd daar gedoseerd aan kinderen dat jongens en meisjes elkaar niet in de ogen aan mochten kijken. Dat is toch gewoon van de gekte? Ik ben er echt op tegen als er op scholen onderwijs wordt aangeboden waarbij inderdaad de ongelijkheid tussen mensen wordt uitvergroot, wordt in stand gehouden. Daar ben ik echt op tegen. Dus dat ben ik altijd geweest. Maar dat faciliteer je wel daarmee? Nee, maar dan moet je heel goed kijken. Kijk, dat dat incidenteel op scholen gebeurt... Betekent niet dat alle andere scholen dat ook doen. Kijk, dat is vaak ook een misverstand. Is dat als bijvoorbeeld op een school iets geconstateerd wordt, op een islamitische school, iets wat over de schreef is, moet je dat aanpakken. Als er in een moskee iets gepredikt wordt wat tegen onze grondwet, wat tegen onze vrijheden ingaat, dan moet daar op die plek aangepakt worden. Waar ik echt tegen strijd, is dat vervolgens al die scholen over één kam worden geschoren. Heel veel scholen doen het echt fantastisch. En die moet je daarin steunen. En ik zie echt werkelijk niet, geen verschil zie ik in mensen die of een gereformeerde school hebben gedaan, of een christelijke school, of een vrije school, een Dalton. Je hebt echt heel veel verschillen. Mm-hmm. Belangrijk is dat je met z'n allen straks ook in die samenleving meedoet. Dat je anderen respecteert en de vrijheid geeft die jezelf ook vraagt om jezelf te kunnen zijn. Dat is waar wij voor staan. Dus alles wat te maken heeft met zeg maar ongelijkheid of op een andere manier er tegenaan, daar sta ik echt heel veel van. Dus de slechte appels eruit en de goede altijd laten. Jazeker. En aanpakken op gedrag. Jazeker. Als mensen over de schreef gaan, aanpakken. Even buurman en buurman. Buurman en buurman. Buurman, wij zeggen uw buurman bij één. Concrete punten waar is over te twisten, zijn meerdere concrete punten waar denk verschil van bijeen. Ik kan je dat oprecht niet vertellen. Ik heb het verkiezingsprogramma van bijeen niet gelezen. Je kunt het interview nog altijd terugkijken, dus van ons met Sylvana Simons. Maar dat weet ik toch niet. Nee, dat wil ik heel graag doen, want ik kijk heel graag wat collega's doen. Kijk, wat ik echt waardeer aan bijeen is dezelfde strijd als die wij voeren voor een gelijkwaardigheid van een inclusieve samenleving. Ja, zo zien veel mensen. Bestrijding van discriminatie en racisme. Wij willen het koloniale verleden. Wij willen excuses voor slavernijverleden van de staat. Dat kan. Als daar kosten bij komen, als daar nog een tegemoet komt, dat lijkt ons ook prima. Maar dan moeten we, en we moeten ook eerlijk vertellen hoe dat ook in de geschiedenis gegaan is. En niet alleen maar de prachtige, heroïsche dingen vertellen, maar ook het leed van miljoenen mensen met een tot slaafgemaakte die daar echt Dat zijn de verschillen. Ik heb niet alle verkiezingsprogramma's gelezen en ik heb die van bijeen echt niet paraat. Dat maakt niet uit. Nog altijd. Wij moeten een beetje gaan afronden. Laatste vraag. Er zijn heel veel studenten aan het luisteren als dit zo wordt uitgezonden. Wilt u nog iets meegeven? Ja, wat ik wil meegeven is dat ik me realiseer dat studeren in Nederland steeds meer verworden is tot een soort fabriek waar je doorheen moet. Waar je eigenlijk zo snel mogelijk doorheen moet om in de BV Nederland van Rutte aan de slag te gaan economisch. Ik vind het ontzettend jammer waar ik in mijn tijd nog gebruik van heb kunnen maken door de studiebeurs en door ook iets langer te studeren, is dat was voor mijn ontwikkeling heel goed. Ik had niet de stress, ik merk het ook aan mijn kinderen, aan veel studenten, dat ze ontzettend veel stress hebben, dat ze al het gevoel hebben dat ze al achterlopen als ze een keer een toets of een tentamen missen. En ik gun ze dat ze ook de tijd hebben om zich iets meer te ontwikkelen, om iets meer de tijd te hebben zonder dat ze elke keer dat opgejaagde gevoel hebben, die stress, die gewoon echt funest is. Ik gun ze een mooie studententijd. Tuurlijk, doe je best. Op een gegeven moment is het mooi als je kunt bijdragen. Maar zorg dat we die studenten ook lucht geven. Stress niet zoveel. Hoeveel zetels gaat u halen? Zes. Zes zetels. Ja. Nou, hartstikke bedankt meneer Azarkan. Dit was het interview. Heel erg bedankt. Volgens mij hebben we heel veel geleerd over de partij Denk. Mooi interview. Nou, gelukkig. Wij ook. Ja. Fijn dat u er was. Graag gedaan.